Aan het einde van het jaar duikt Henny Huisman weer op als de onverbiddelijke BN'er-basher. Deze keer is Rachel Hazes het doelwit van zijn kritiek, waarbij hij haar blunders in 2023 niet onbesproken laat. Henny, die eerder bekend stond om het beledigen van verschillende BN'ers, is de laatste tijd wat rustiger geworden. Maar de Telegraaf weet toch weer wat sappige uitspraken aan hem te ontlokken over zijn harmonieuze familie, waarin geen sprake is van ruzies. Het draait uiteindelijk niet om televisieringen of kijkcijfers, maar om de familie om je heen en het vermijden van conflicten, aldus Henny. Hij bouwt langzaam op naar een sneer richting Rachel Hazes en haar familie, die hij als ordinair bestempelt. Henny hekelt Rachels rechtszaak tegen Yvonne Koldewijer over een kroket. Volgens hem heeft Rachel in 2023 echt geblunderd met deze waardeloze actie. Hij roept op om je druk te maken over dingen die echt belangrijk zijn, zoals familie, en niet over onbelangrijke zaken. Ook Johnny de Mol ontkomt niet aan Henny's kritiek. Henny heeft geen zin om deel te nemen aan tv-programma's, vooral niet die waar Johnny de Mol bij betrokken is. Hij wijst boekingen af en beschouwt veel van wat er tegenwoordig op tv is als onzin.